Saoedi-Arabië, het Midden-Oosten, Mekka, de Hajj, de Umra. Voor Nederlanders zijn het wellicht vreemde of zelfs enge begrippen, terwijl veel moslims er juist van dromen. Maar hoe is het voor een Nederlandse moslim om deze plekken te bezoeken? Vanuit Warm Islam gingen wij, samen met een groep bekeerde moslims uit Europa, naar Saoedi-Arabië om de Umra, oftewel de kleine bedevaart, te verrichten. 2 weken lang verbleven wij in de steden Mekka en Medina en beleefden wij de sfeer, geschiedenis en cultuur van de 2 belangrijkste plekken in de islam. Deze reis hebben we vastgelegd op camera en laten we nu zien aan Nederland. Warmislam.nl presenteert u Van Molens naar Mekka. Nadat de bevestiging van onze reis was ontvangen, dienden er enkele praktische zaken te worden geregeld. Vanwege het grote aantal reizigers van over de hele wereld is een meningokokkenvaccinatie verplicht voor bedevaartgangers. Tevens wordt het aangeraden om te vaccineren tegen hepatitis A en DTP. Omdat Mekka en Medina alleen toegankelijk zijn voor moslims, dien je als bekeerling een bewijs van je moslim zijn te hebben. Hierop staat je getuigenis dat niets en niemand aanbeden dient te worden dan God zelf en dat Mohammed, vrede zij met hem, zijn boodschapper is. Meestal wordt dit bewijs verstrekt door de moskee, alhoewel er geen nationaal standaard bewijs is. Deze documenten lever je, samen met pasfoto's en je paspoort, in bij het reisbureau. Een goede mentale voorbereiding is ook sterk aangeraden. Bijvoorbeeld, hoe draag ik de ihram, de speciale bedevaartskleding? Wat voor spullen neem ik mee? En met welke intentie ga ik op deze reis? Tijdens een bijeenkomst van de organisatie ontmoeten we de Nederlandse reisgenoten en krijgen we handige tips mee van broeders die de reis al vaker gemaakt hebben. Thuis wordt er nog flink geoefend om de rituelen goed uit het hoofd te kennen. De koffers worden ingepakt met luchtige, lichte kleding. Hoofdbedekking, badgoed en natuurlijk de ihram. Geen schoenen, maar 1 of 2 paar goede slippers. Een bidkleed voor onderweg en een handige tas speciaal voor de bedevaart. Voor noodgevallen een speciaal EHBO-pakket. Omdat het een lange reis is en je vooraf niet weet wanneer je een winkel kunt bezoeken, kan het geen kwaad om toiletartikelen en tussendoortjes mee te nemen. Ten slotte medicatie tegen reisziektes en voor ons genoeg apparatuur om de reis te filmen. Met de koffers ingepakt kwam nu het moeilijkste gedeelte: afscheid van onze families. Welkom beste kijker. We hebben nu al een aantal dingen al afgehandeld. De voorbereidingen zijn nu al in een ver stadium. Aantal administratieve dingen zijn afgehandeld, paspoortinentingen enzovoort. Het enige wat nu nog rest is eigenlijk het vertrek zelf en dat staat nu eraan te komen. Ik zelf zal morgen vertrekken. En daarbij komt natuurlijk ook dat we een afscheid gaan nemen. Afscheid gaan nemen van onze families. En dat is altijd meestal wel zwaar en moeilijk. Want je gaat elkaar toch een aantal dagen missen. Sophia,
Ja. Zou je papa gaan missen als ik wegga? Ja. Ja? Nee, zo? Ja? Waar gaat papa eigenlijk heen? Weet je dat? Naar mijn dida. Ja, dat klopt. Dat klopt. Weet jij dat ook, nee, zo? Ja. Je weet het ook, hè? Ja. Dat is eigenlijk alleen wat we dan doen. Een dikke knuffel, kusjes. Ja? Mm. En dan is het afscheid daar. En dan vertrek ik morgen, inshallah. En dan begint echt de reis. Bedankt voor het kijken. En tot snel. Je boek lezen. Deze was